Wat maakt mij zo euforisch als ik dans? Vanuit de Loods in Mechelen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Wie was niet aan het meebewegen op deze muziek van Stromae? Ik kijk eventjes. Ik zie niemand. Iedereen heeft meebewogen. Toen we enkele jaren geleden een enquête deden en de vraag stelden aan 400 mensen: beweeg je mee als je luistert naar muziek? Dan antwoordde 97% ja, ik beweeg mee. Van de 400 waren slechts 12 personen die zeiden: nee, muziek, dat doet mij helemaal niets. Ik beweeg niet als ik naar muziek luister. Dat zijn de speciale gevalletjes. Dat zijn de mensen met aritmie, die niet in staat zijn om ritmisch mee te bewegen. De meeste mensen kunnen dat wel. Dieren kunnen dat niet. We kennen een papegaai die kan meebewegen. We kennen een zeeleeuw die op een eigenaardige manier meebeweegt met de beat van de muziek, maar daar houdt het zo ongeveer op. Muziek is iets voor mensen en het zijn ook mensen die op muziek reageren. Maar in onderzoek bij ons in het labo blijkt dat 50% van onze proefpersonen spontaan mee synchroniseert met de muziek. Synchronisatie betekent eigenlijk dat je de beweging gelijktijdig laat verlopen met de puls in de muziek. En die andere 50% die beweegt wel, maar dat is niet noodzakelijk gesynchroniseerd. En pas op, die 50% dat is spontane synchronisatie. Als we mensen de instructie geven om te synchroniseren, dan gaat ook die 47% mee synchroniseren. Alleen die 3% die kan dat niet. De vraag is nu: hoe komt dat? Waarom is dat belangrijk? Wel, ons onderzoek naar muziek en beweging heeft te maken met wat ik noem de lijfelijke zingeving. Meebewegen met muziek geeft ons een zinvolle tijdsbesteding. En die is lijfelijk, die is niet cerebraal, zoals wanneer we een boek lezen, maar die is lijfelijk. En die lijfelijkheid brengt ons in andere sferen, in andere bewustzijn, op andere bewustzijnsniveaus. En dat is de vraag die ik hier wil beantwoorden. Geeft muziek aanleiding tot euforie? En ik zal die vraag vanuit drie perspectieven beantwoorden. Het eerste perspectief vat ik samen als predictie. Het tweede perspectief dat is de expressie. En het derde perspectief dat is de fysieke inspanning. Laat ons beginnen bij het eerste, waar we eigenlijk het meest over weten, de predictie of de voorspelling of de anticipatie. Dat doet zich vooral voor bij synchronisatie. En wat is het belang daarvan? Uiteindelijk het belang van die predictie is dat we de muziek die we horen, de stimulus waarop we dansen en reageren, dat we eigenlijk die stimulus zodanig kunnen voorspellen dat het is alsof we die veroorzaken door de beweging van ons lichaam. Maar om daartoe te komen, geef ik eerst een korte uitleg van wat die predictie precies inhoudt. Ik heb hier een metronoom staan. Ik kan die eventjes aanzetten. Die doet gewoon tik, 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 tik. Ik kan daar nu synchroon mee bewegen. In veel studies is men begonnen met vingerbewegingen. Tik, tik, tik. Synchroon bewegen betekent dat ik mijn vinger op hetzelfde moment beweeg als het tikken. Maar om dat te doen, moeten mijn hersenen een voorspelling maken. En de voorspelling is dus dat de tik van de metronoom op een bepaald moment komt en op dat moment moet ik mijn vinger op de tafel
tikken. Dus ik moet eigenlijk al op voorhand mijn motorisch systeem, zo heten we dat dan, eigenlijk inschakelen om dan op tijd te zijn met de tik die ik hoor. Dus we spreken hier over een sensorimotorisch systeem. Het sensorische heeft betrekking op de gewaarwording, het horen van de tik. Het motorische heeft betrekking op de motoriek, het bewegen, het tikken met mijn vinger. En we willen dat die twee gelijktijdig zijn. De vraag, hoe kunnen we dat nu weten? Wel, we doen gewoon metingen. Maar wat stellen we vast bij die metingen, als we met onze vinger tikken, dat als we tikken, dat dan de tactiele gewaarwording, dus dat het tikken van de vinger op de tafel, net een fractie van een seconde vroeger komt dan het geluid. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat het signaal dat van uw vinger naar de hersenen wordt gestuurd, een langere weg moet afleggen dan het signaal dat we horen van de audio. En voor onze hersenen verlopen die twee, het sensorische en het tactiele of het motorische, samen op het moment dat mijn tikken 25 milliseconden vroeger komt. Omdat het 25 milliseconden langer duurt vooraleer dat ze tegelijkertijd in mijn hersenen aankomen. Er zijn ook mensen die niet in staat zijn om te bewegen. Mensen die de ziekte van Parkinson hebben, bijvoorbeeld. Die kunnen vaak hun beweging niet goed controleren, omdat ze dus in hun hersenen het circuit dat eigenlijk de cyclus genereert van het stappen, is eigenlijk een cyclisch fenomeen, omdat dat circuit op een bepaalde manier is aangetast. En we zien hier nu een video die dat illustreert. Dat is een persoon die dus Parkinson heeft en die tracht te stappen, maar dat lukt niet zo goed. Op de volgende video zullen we zien wat er gebeurt als we die persoon een metronoomtik laten horen. Op basis van de metronoomtik is een hulp om die cycliciteit terug op gang te krijgen. En op die manier is die persoon beter in staat om te stappen. Dus in ons onderzoek naar de relatie tussen bewegen en muziek ontwikkelen wij ook technologie. Zo hebben we een smart Walkman gemaakt die dus muziek aanlevert, die ook synchroniseert perfect met uw beweging, en waardoor dat we dus kunnen studies maken over deze interactie van mens met muziek. Predictie dus, anticipatie, gaat dus over een auditieve stimulus en een motorische respons. Je zou denken dat de motorische respons altijd het gevolg is van de stimulus, auditieve stimulus, die de oorzaak-gevolg. Maar nee, doordat wij dus een voorspellend functioneren, kunnen wij onze beweging iets vroeger laten komen dan de muziek zelf. Dat is het fenomeen van cd's dirigeren thuis. Dat twee mensen die cd's dirigeren, wel, hun beweging komt voor de muziek. En wat is het belang daarvan? Het grote belang daarvan is dat je dus controle krijgt, het gevoel hebt van controle te hebben over de muziek. We noemen dat fenomeen in het Engels agency. Agency. Het gevoel van controle te hebben over uw omgeving. Wat een fantastisch gevoel is. Wat een kracht komt daar niet uit als je de vijfde symfonie van Beethoven kunt dirigeren. Een orkest van 100 man die volgt wat jij zegt en wat jij doet. Goed, dat is dus het eerste perspectief. Predictie en daaraan gekoppeld agency, de feeling of control, het gevoel van controle. Het tweede perspectief gaat over expressie. Thank you.
Expressie kunnen we vanuit twee verschillende perspectieven bekijken. Maar Darwin, Charles Darwin, heeft daar een boek over geschreven, over expressie bij mens en dier. En Darwin kwam tot de conclusie al dat expressie, de uitdrukking van het lichaam, dat dat eigenlijk een biosignaal is. Een signaal dat ik stuur naar jullie allemaal in deze zaal en waarvan ik verwacht dat er een respons komt. Dat er een expressieve respons komt van jullie in de zaal. Als jullie in het begin ook mee klapten, was dat een zeer expressieve respons die mij aanzette om terug een expressie. En op die manier wordt dus expressie uitgewisseld en komen we tot interactiesituaties. Dus expressie is een biosignaal die we dus vanuit de interactie met, kunnen begrijpen. Maar expressie heeft eigenlijk twee componenten. Een biologische component en een culturele component. En de biologische component heeft te maken met zaken zoals een schrikreactie. Als ik plots een hele luide knal hoor, dan schrik ik. Dat is iets dat gewoon in mijn biologie zit. Okay. Dat is iets waar ik door dat ik niet aangeleerd heb, waar cultuur iets mee te maken heeft. Het is een biologisch fenomeen. Ook bepaalde visuele prikkels die aanzetten tot responsen en verleidingen, de hele uitwisseling van seksuele stimuli, is ook iets dat heel sterk biologisch gefundeerd is. Maar daarnaast hebben we ook een culturele component die we codificatie noemen. Dus codes die we aanleren, zoals in een danschoreografie, dat we dus een bepaalde sequens van lichaamsbewegingen volgen, dat we dat ook, dat we die sequens kunnen herhalen enzovoort. Dus het zijn aangeleerde expressies. En natuurlijk, de twee zijn in elkaar verstrengeld en soms niet altijd goed uit elkaar te halen. Maar dat zijn de twee componenten van expressie. En dat is het tweede luik dat samen met het eerste luik van predictie aanleiding geeft tot het effect van dansen op muziek. En dan is er een derde luik, dat heet fysieke inspanning. Als je danst, uiteraard, dan doe je een fysieke inspanning. Die fysieke inspanning heeft als effect dat het je oppept. We hebben daar ook een Engels woord voor, arousal. Het pept je op, je wordt opgewonden en er komen allerhande chemische stoffen vrij, hormonen en neurotransmitters doen hun werk. In de video die we daarnet zagen, dat is een kort fragment uit Jan Leijers Ala in Europa, toen hij in Bosnië was, toonde hij daar een Soefi-gezelschap, die dus een bepaald ritueel uitvoerde, waarbij ze dus synchroon meebewegen met muziek en tegelijkertijd voortdurend Ala zingen en inademen en uitademen. Een hele fysieke in- en uitademen leidt heel vlug tot een hyperventilatie en tot te veel aan zuurstof in de hersenen. En daardoor kom je heel vlug in hogere sferen terecht. Dus van fysieke inspanning, dat bestuderen we ook in de laboratoria, in samenwerking met sportwetenschappen. Maar wat ik hier, waar ik mij hier wil toe beperken, is het idee dat de lijfelijkheid ook een hele belangrijke rol speelt in onze omgang met muziek en in onze lijfelijke zingeving. Want het zijn in feite die drie fenomenen samen. De predictie, dat is een cognitief fenomeen waar onze hersenen rekenwerk voor doen. De expressie, dat is een zeer lijfelijk
fenomeen dat gericht is op het sociale. En dan uiteindelijk de fysieke inspanning is een heel sterk biologisch fenomeen waar hormonen, neurotransmitters in gang gezet worden. Het zijn die drie dingen samen die maken dat dus, als we dansen op muziek, dat er lijfelijke processen zich aanzwengelen en dat ze uiteindelijk aanleiding geven tot een verandering van ons bewustzijn. Een bewustzijn dat voortdurend een model maakt van de situatie van het lichaam. Maar dus door mee te dansen met de muziek, vaak samen met anderen, komen we in een soort van flow, geraken we in trance, een ander bewustzijnsniveau dan het bewustzijnsniveau waar we mee te maken hebben, dag in dag uit, in de sleur van het leven, laat ons zeggen. En omdat bewegen juist zo goed is voor de gezondheid, omdat het ons sensorimotorisch systeem aanscherpt en levendig houdt, is deze studie belangrijk om te begrijpen. Daarnaast hebben we ook toepassingen in nieuwe artistieke expressievormen. Mijn labo is sedert 1 jaar zitten wij in de Krook in Gent. En mijn labo is het eigenlijk het labo waar interactiestudies worden gedaan met 3D-audio-omgeving en met bewegingscaptatie, waar we echt werken naar de concertzaal van de toekomst, de theaterzaal van de toekomst, waar in feite op basis van expressieve cues, expressieve gedragingen, een interactie kunnen bewerkstelligen met een hele hypermoderne omgeving en waar ook uiteraard het publiek in participeert. Ik dank je voor je aandacht.